Oh my god, oh my god. Ga je het allemaal aan? Ik heb nu twee keer een droom gehad en het ging dus over dat ik wegga. Oké, wat leuk is allemaal. Hi, schat. Ze hebben dus een boerderij gekocht en helemaal verbouwd. Jongens, wie me op Insta volgt had gezien dat ik die Tamaris sandaaltjes had weggegooid. Omdat de zool dus helemaal kapot bleek te zijn. Terwijl ik ze voor het eerst weer aandeed deze zomer. Waren ze helemaal kapot. En toen zei ik van ja, ik zoek schoenen met zo'n touch-it zool. Want dat zit zo lekker. En toen hadden jullie me ook geholpen om te vinden. En toen ging ik zelf verder zoeken. En toen kwam ik bij Zings uit. En dan heb ik vier paar. Of drie, wat is het? Drie sandaaltjes met zo'n lekkere zool. En ik hoop echt. Ik heb het idee dat het echt wel goed gaat zijn. Dat ik kan gewoon op bijna geen één zomerschoen lopen. Omdat het gewoon geen ondersteuning biedt aan mijn voeten. Ik heb gewoon niet zulke goede voeten en niet zo'n goede rug. Nou, deze ziet er al hartstikke goed uit. Even passen. Helaas lijkt ik op een rollade. Dit is te breed. Jammer, want ze zitten dus qua zool voel ik het meteen dat ze dus wel lekker zitten. Maar dit staat echt niet. Tweede. Maar die waar ik nu het meest benieuwd naar ben, die zijn dus als laatste. Deze zien er ook leuk uit. Niet dat rolladeprobleem zo te zien. Ja, ze zijn wel leuk. Ze hebben natuurlijk ook allemaal een hak. Dat is ook niet per se wat ik wil, maar ik zag niks anders. Nou. Dit is wel leuk, maar het is niet, zeg maar, die ik had. Daar zat ik heel steady in. Het was, en dit gaat zo omhoog. Dat vind ik al niet zo prettig. Ik wil er gewoon echt goed op kunnen lopen, weet je wel. Dit kan ik dan eventjes aan, maar dat is niet wat ik zoek. Ik zoek niet schoenen die ik heel even aan kan. Dit vind ik de leukste. Volgens mij ga ik hier dus ook uitslippen met mijn heel. Ik hou echt van het gevlochten. Maar dit kan je dus totaal niet verstellen of zo, hè. Dat ziet er ook niet mooi uit. Wat jammer. Nee. Nou, wat een teleurstelling. Hallo, ik heb net een hele lange vergadering gehad voor zomerfeest. Wat echt irritant is, want veel dingen mogen weer door corona. Maar er mogen ook juist heel veel dingen nog niet. En dat ik kom niet met wat wel mag, maakt het alleen maar irritanter. En nu moet ik dus, het is 5:30, bestellingen maken. Maar dat hoeft niet per se nu. Ik krijg heel veel nieuwe bestellingen binnen van de groene glitterbikini die ik net online heb gezet. Ik ben zo druk, maar echt geweldig. Maar ik ben echt heel moe. Zoals je kan zien, mijn collega zei het ook vandaag van wow, je bent echt moe. Klopt. Maar wel leuk. Maar nu moet ik dus nog naar de Maxis, want ik moet nog vaderdag cadeau dingen hebben. En ik wil altijd wel iets kopen wat ze kunnen knutselen waar je echt iets mee aan hebt. Zoals die sleutelhangers. Dus ik wil nu denk ik zakdoeken of sokken of zo kopen. En dan met textielstiften die ik nog heb, dat gaan doen. Maar dat moet ik dus nu doen, het is koopavond. Dus ik moet nog me even weer aankleden. Oppeppen en gaan. En eigenlijk wil ik op de fiets. Omdat is wel even heel lekker nog. Maar ik had nog twee paar schoenen besteld. Bij Fabienne Chapeau. Met 30% korting. En ik ga ze nu bekijken. Volgens mij zijn ze echt helemaal geweldig. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ze zijn echt niet normaal duur hoor. Want ze kosten echt iets van €250 zonder korting. Volgens mij zijn ze nu iets van 180 per stuk. Ik kan het even niet zien. Maar het is echt heel duur. Dus ik moet even heel goed kijken. Kijk, heel vaak draag ik laarzen omdat ze te hoge hakken hebben. Maar dat hebben deze dus niet. En ze vallen niet zo heel erg op bij je huid. Terwijl ze wel heel vet zijn juist. Ja, ik vind ze super gaaf. Maar ja, het is niet dat ze goedkoop zijn ofzo. Ik heb dezelfde, maar dan een totaal ander printje. Oké, ze lopen prima. Ik draag dit dus niet vaak genoeg voor wat het kost, denk ik. Maar jawel, ik wil ze eigenlijk heel graag. Ik vind ze zo gaaf. Het is zo vet. Maar waar draag ik dit mee? Want ik draag eigenlijk geen laarzen over een broek. En ik draag geen... Dan zou je het onder een jurkje doen. Dit zijn de andere, die vond ik ook onwijs leuk. Echt wel heel anders, heel cute eigenlijk. Het is gewoon hetzelfde qua model. Maar dit zou ik denk ik eerder dragen. Ik vind ze allebei echt ontzettend gaaf. Maar ik vind gewoon... Ik heb trouwens dit al heel lang hier, ik weet niet wat het is. Maar ik vind gewoon als je het niet heel vaak draagt, dan is het gewoon te idioot voor worden om twee van zulke hele dure laarzen te gaan kopen. Ja, heel leuk. En deze naar hoger. Nee, lijkt zo. Geweldig, hè? Wat zouden jullie doen? Nou, ik ben terug. Ik laat zo zien wat ik allemaal heb gekocht. Maar ik heb dus ook dit gekocht. En mijn broertje heeft het echt al eeuwen. Ik wist niet of ik eigenlijk wist dat ze het ook bij Action hadden. Maar het kostte €5. En ik dacht, ik ga dit gewoon eens kopen. Om dus op te rollen voor je rug. Ik heb een hele volle rug. Dus misschien helpt het. Het Alkert als er nu een collega binnenkomt. Drie rollen inpakpapier. Vond ik wel heel leuk omdat het hartjes is. Maar het is niet
Voor vaders is het ook wel leuk. En ze kunnen het ook nog zelf verseren, omdat het van dat karton is. Dit heb ik gekocht voor later. Voor een van de laatste schooldagen. Ik dacht met popcorn, marshmallows en zo. Ga ik zo'n bak maken. Maar dat zie je later wel. Hi. Ik ben even aan het vloggen. Awkward. Dit is dus het cadeautje. Het was echt 1,50 of 2 euro voor 4. En dat zijn dan zakdoeken. En dat was dus al het idee wat ik had. En dan gaan we die versieren met textielsissen die ik nog heb. Ik vind die echt mooie kleuren, maar de kinderen maakt dat niet uit. Deze had ik dus nog. Ik volg me ook van de Action. En ze doen het nog. Dus ik heb 6 van die dozen. Moet wel lukken. En volgens mij moet je er dan wel nog iets mee doen. Oh ja, ze moeten het dan met een strijkbout strijken. En dan kunnen ze hem op 40 graden gewoon altijd blijven wassen. Ze moeten er even een briefje bij. Die gaan we dus versieren. En dan nog kaartjes erbij. Best wel uitgebreid eigenlijk, maar ik vond het heel leuk. Papieren kaartjes met papieren enveloppen, zodat ze het helemaal zelf kunnen gaan versieren. En het is best uitgebreid, maar we hebben vandaag op de planning topo-toets. Verjaardag van iemand, ook met slingers ophangen. Nieuwsbegrip. En dit. Gewoon, ik ga gewoon heel veel tijd te trekken voor het knutselen. En dan had ik dus nog iets. Oh ja, ik heb nog lint. Om het in te pakken, helemaal leuk. Ik dacht, we gaan er gewoon echt even wat leuks van maken. En nog meer lint. Wat ik in eerste instantie wilde maken, maar dat vond ik te simpel, was met ijslollystokjes. Zo'n wat ik leuk vind aan mijn vader, waarom ik van je hou. En dan 10 complimentjes eronder. En dat dan vastlijmen aan een touw, dat je het kan ophangen. Maar ik dacht, als we tijd over hebben, kunnen we dat misschien ook nog doen. Maar misschien is dat een beetje te veel. Maar ja, ik vond dat wel heel leuk. Het is misschien ook leuk om met de klas te doen voor iedereen. Dat we complimentjes aan iedereen geven. En dat iedereen zijn eigen complimenten ding heeft met complimenten van kinderen in de klas. Ik weet niet. Maar oké. En daar had ik nog lijm bij gekocht. Nou, dat was dat. En dan heb ik ook nog 2 kinderen die van school gaan. Dus daarvan heb ik daarvoor Almere heb ik ook vast iets gekocht. 2 jongens die van school gaan. Ik dacht, ik ga eerst een etui, een basic etui nemen en die allemaal laten namen van de kinderen. Maar ik dacht, dat doe ik toch niet. Dus ze krijgen al iets met namen van de kinderen erop. Dus ik heb deze etui bij de Action. Vond ik wel leuk. Gewoon 2 keer hetzelfde. Dan ga ik die vullen met allemaal leuke dingen. Dus potloden, stiften. Dit vond ik wel een mooie set. Een groene of een oranje. Deze. 2 keer hetzelfde. Dus dan haal ik de helft eruit voor allebei. Wat chille pennen. En nog deze gummen. En misschien ga ik er nog meer dingetjes in doen. Dit is wat ik voor nu heb gekocht. En dan vond ik dat wel leuk. Dat hebben ze op een nieuwe school een leuke etui gevuld met dingen die ze van mij hebben gekregen. Dus dat was het. En nu is het tijd en ga ik slingers ophangen en gaan beginnen met de dag. Ik poets dus ook altijd mijn tanden in de klas, omdat ik dan koffie heb gedronken. Ik kreeg trouwens een comment onder mijn vlog waarin ik aangeef. Ik ben aan het vloggen en mijn tanden aan het poetsen. Ik ga je filmen, hè? En vlogger Rink aangeeft dat ik baalde dat ik ben aangekomen. Zegt iemand, waarom ben je zo erg mollig geworden of zo? Echt vet zonde, eerst was je mooi of zo. Echt. Oh ja, het shirt. Het is helemaal geweldig. Zo blij mee, dit is van mijn webshop. En hij is best wel lang. Ik doe hem zo. Ik vind hem heel leuk. Ik draag bijna nooit shirts. Ik vind het nooit leuk staan, maar deze is zo mooi. En een soort van stevige stof. En ik vind hem helemaal top. Lekker lang. Ik voel me er helemaal leuk in vandaag. Helemaal blij mee. Geslaagd. Ze hebben allemaal zo'n briefje erbij. Helemaal top. We zijn echt de hele dag bezig geweest, maar het is wel helemaal leuk. En deze is voor mijn vader. Poes, wijn en pizza. Cute, hè? Weekend. Lekker. Ik was er nog even met 1 collega aan het kletsen.
Ik zeg dus collega, maar eigenlijk is het gewoon een vriendin. En daar hadden we het dus net ook over. Ik heb er zeg maar niet echt veel moeite mee dat ik wegga. Omdat ik gewoon heel makkelijk afstand kan doen van dingen. Ik kan heel makkelijk in iets nieuws stappen en afstand doen. En dat, daar ben ik gewoon echt, soms vind ik bijna eng hoe goed ik daarin ben. Hoe makkelijk ik dat kan. Maar ik heb nu 2 keer een droom gehad. En het ging dus over dat ik wegga, maar dan echt puur over het groepje collega's. En daar zit ik echt wel mee. Want als ik over iets droom, dan zit het echt diep. En toen heb ik er echt wel over nagedacht van hoe dierbaar eigenlijk het groepje collega's hier. Sowieso de collega's, ik heb het hier heel fijn, maar ik heb een groepje waar ik zo hecht mee ben. Dat het gewoon eigenlijk echt mijn vriendinnen zijn. En dat ik me ook realiseerde van, ik zeg altijd uit het oog, uit het hart, dat gebeurt echt heel snel. Niet uit het hart, maar wel uit je contact. Als ik mensen niet meer echt zie, omdat ik ze zie en dat dus niet inplan, dan verwatert het bij mij ook gewoon best wel snel. En ik heb me echt gerealiseerd dat ik dat met hen niet wil. En zij hebben dat eigenlijk ook. Dus we hebben echt iets van, nou, dat moeten we gewoon aanhouden. Die groepsapp laten we gewoon, die blijft gewoon bestaan. En natuurlijk zal je minder met elkaar appen, want je ziet elkaar niet meer dagelijks. En ik zie hen niet meer dagelijks. Maar daar zitten ook collega's bij die maar 2 dagen in de week werken, weet je wel. Dus maar ja, ik zie ze dan nooit meer op het werk. Maar dat we in ieder geval gewoon wel momentjes blijven plannen, al is het 2 keer per jaar, dat we gewoon even afspreken en elkaar zien. Want we hebben het zo leuk samen. We hebben zoveel lol, het is echt geweldig. We zijn allemaal ietsjes ouder, sommigen zijn echt wel stukken ouder, maar dat merk je helemaal niet. En nou ja, ik heb het gewoon heel erg leuk en dat wil ik gewoon niet laten verwateren. En dat heb ik eigenlijk voor het eerst in mijn leven echt heel sterk, zo'n gevoel. En verder, weet je, mijn ouders wonen ook straks verder. Ga ik ook nog steeds naartoe natuurlijk. Shanna woont ook hier. Die ga ik ook nog, daar gaan we ook nog mee chillen. En met Ro ook. En Lot is de enige die dan niet verder weg gaat wonen als ik verhuis. Met Lot wordt de afstand zeg maar niet verder. Maar ja, waarom zou ik wel hen allemaal blijven zien? Je ouders is nogal logisch, maar... En mijn collega vriendinnen niet. Omdat collega's zijn? Nee, dat zijn ook vrienden. Dus daar wil ik ook gewoon mee blijven afspreken. Dus dat was even een momentje van inzicht. En dat vind ik wel heel mooi, want dat heb ik eigenlijk nooit op die manier gehad. Goedemorgen. Ik heb dus een pakketje binnen van Mooi PR. Maar ik vond het echt heel jammer, want ik krijg nooit meer pakketjes van ze. Terwijl ik altijd heel veel van ze kreeg en samenwerkingen met ze had gehad. Ik heb met hen ook echt leuke kerstcampagnes gehad en zo. Ah ja, het is dus vanwege dat event, dacht ik al. Oh, wat leuk. Dat heb ik wel vaak op Insta gezien, dat mensen nu dan online zo'n evenement hebben. Dat vond ik wel heel erg leuk. Ik ben benieuwd. Het valt het ook zo leuk namelijk om dit in vlog te doen en zo, pakketjes. Ik heb het echt gemist. He, rose tulips, dat klinkt bekend. Oké, wat leuk dit allemaal. Water, altijd goed. Kokosnoot, altijd goed. Oeh, dit vind ik heel lekker. Bondi Sands lip balm. Met vitamine E toasted coconut. Nou, dat vind ik fantastisch. Dat is echt iets voor mij, want ik ben een lipcare fanaat en kokos fanaat. Wat leuk, ook allemaal dingen die ik nog nooit in mijn leven heb gezien. Oh, ik word altijd zo gelukkig van perspakketjes. Shaving bar. For all genders. Avoid 2 bottles. Hier ga ik zo even naar kijken, want dit ben ik heel benieuwd wat het is. Shampoo bar for dry hair. Bedoelen ze het moet op droog haar of voor droog haar? Ik denk voor droog haar. En een body bar gentle cleanse. Oké, hier ben ik zo ontzettend nieuwsgierig naar. Maar ik wil het eigenlijk pas gaan testen als ik in het nieuwe huis ben. Omdat ik anders met allemaal open dingen loop. En dan wil ik het gewoon even goed doen. Oh, lekker. Groente granola pumpkin spice. Wat een leuke dingen van Freshes. Daar heb ik wel sapjes van gekregen. Oh my god, geweldig. Dit vind ik heel erg leuk. Geen suiker, want ik vind het altijd echt zonde hoeveel suiker er in granola zit. Ik vind het ook helemaal niet lekker, al die suiker. En dit is dus 0% suiker, 66% groente, pumpkin spice smaak. Wat ik echt heel lekker vind. Er zit pompoenpulp in, glutenvrije haver. Zo, dit zal wel duur zijn. Veggies, nuts en seeds. Cardamom, kun je niet lezen wat er allemaal in zit? Helemaal leuk. Dit vind ik echt geweldig, want ik ben eigenlijk altijd op zoek naar goede granola's die niet zo slecht voor je zijn. Oh, ik ben helemaal blij met het pakket. Eat Natural Mini Protein Pack. Oh, dat vind ik heel handig voor onderweg. Fly Fit Original Watermelon. Wat is dit? Is dit zo'n water met een smaakje of zo? Er staat niet op wat dit is. Moet ik even opzoeken. Met stevia. Health Tuning Shot. Huh? 2 keer. Oh my god, wat leuk. Nog een Eat Natural Bar Dark Chocolate. Ik ben echt alles wat ik zie, gebruik ik. Want ik krijg natuurlijk heel vaak heel veel make-up, wat ik ook geweldig vond. Maar ik gebruik niet alles. En dit is echt helemaal mij.
Wat is dit nou? Nudiversal Lip Duo. Een lipstick en een lipgloss. Oh my god, dat is echt van vroeger. Dan had ik dat altijd. Van Max Factor. Ik ga die ook even zo openmaken. Is hier nog wat? Wat is dit dan? Het klinkt als een hotel. Wat is dit? Oh, ik ben zo... Je kan niet bedenken hoe... Ja, misschien ook wel. Want als je dus de pakketjes normaal ziet, denk je waarschijnlijk ook... Oh, ik wil het. Maar ik ben zo blij dat ik weer iets heb gekregen. Het maakt me zo blij. Is dit een kaars of zo? Wat is dit? Zo leuk. Helemaal gelukkig hiermee. Ik moet eigenlijk haasten, maar oké. Okay. Ja, wat leuk. Flower tea. Oh, heel leuk. Ziet er ook geweldig uit. Dit ga ik ook bewaren voor in de nieuwe keuken. Ga ik weer netjes in het doosje doen. Oh, wat leuk. En dat was leeg, toch? Ja. Oh, nog eventjes. Ik ben helemaal happy. Het ruikt hier ook naar lavendel. Oh, dit is echt heerlijk. Oh, die ruikt heel lekker, die shampoo bar. En de shaving bar vind ik geweldig. Want dat, als dat chill is, nou ja, dan ga ik dit echt... Het gaat een uitkomst zijn, want ik zit altijd te klooien met schuim, dat er dan meteen weer afvalt. Dus deze ga ik wel al nu al in mijn douche leggen. De andere twee ga ik nog even bewaren. En dan nog eventjes hier naar kijken. Ik moet eigenlijk nu mijn vlog thumbnail maken en uploaden. Ik moet over een uur weg, maar oké. Okay. Wat is het dan? C-I-Z-N of zo? Oh, Citizen is het denk ik. Mooi. Gloss. Hele chille substantie. En dit is dan je lipstick. Nou, echt onwijs leuk. Ik ben helemaal happy. Dus ik ben heel blij dat Mooi PR weer wat heeft toegestuurd. Ziet er ook zo zomers en leuk uit. Roasted ook echt. Oh, dit ruikt lekker. Oh, het is lekker een beetje dikkig. Oh, een van mijn favorieten ever. Helemaal geweldig. Deze gaat meteen in mijn tas. Oh, wat lekker. We zitten in de auto en we gaan gezellig een parasol kopen voor oma. Want ze zei dat ze een parasol nodig heeft. Zei ik, waarom gaan we het niet gewoon nu meteen halen? Dus dat gaan we nu doen bij Leen Bakker. Oma, van achter mag ik je toch wel vloggen? Wat is de benzine duur geworden? Heel duur. Hi baby! Vandaag was je ook in de vlog, Bolly. Hi! Oh, hij is dicht. Hi schat! Ik ga er even in. Even sleutel pakken. Hey schatje, je komt wel voor mij speciaal. Ze komt voor mij. Want ze komt er twee keer uit. Hi babe! Hoe gaat het met je? Hi! Sowieso komt ze nu wel echt voor mij eruit. Dat vorige keer deed ze dat niet, hè? Hi schat. Raar, hè? Je lijkt nu niet zo blij. Oh. Hi liefie. Serieus bang voor mijn handen nu. Echt? Oh. Jammer, Bolly. Dat is jammer, maar je kent me wel, hè? Maar je bent nu wel volierenvogel geworden. De andere vogels zijn helemaal dik en jij bent helemaal dun. Zo leuk. Ziet er vet mooi uit ook. Ja, het is mooi, hè? Ja. Lekker. Lekker. Laatst wilde ik dat toevallig maken, dat heb ik niet gedaan. Oh, dat is een goed idee. Ja, toch? Oh, het ziet er knap uit. Wat is dit, papa? Nou, succes. Het staat hier. Grote tomatensalade, zoals je... Met? Ja. Met bossenui en een heerlijke dressing. Dat zullen wij ook een keer op. Wie hebben we geen... Wie is zo wel nodig. Keukenrol? Ah. Is het morgen vaderdag? Oh, jeetje. Vind je het goed als het... Eeuw! Garverama! Niet dat er maar uit. Knip ik er zeker uit. Wat leuk, schat. Ik zal je rug wel scheren. Wat is dit? Ik zal je rug wel scheren. Ik zal je rug wel scheren. Oh, wauw, dit is een lippenstift. Papa, kijken. Wat is dit? Ik ga niet lezen. Wat rituals. Ja, maar wat? Lees even voor. Nagellak. Relaxing. Serum. Oh, dat is die lekkere lucht van Dado. Nee, maar je moet even goed kijken wat het is. Ja, niet zomaar opdrukken. Niet zomaar lullen. Oh, lekker een sauna. Wat is nee, dat? Maar je moet speciaal voor je uitgezocht. Schat, maar ik weet niet, ik kan niet lezen. Mijn mama kan het lezen. Pak je leesbril dan. Pak je leesbril. Nee, niet zomaar iets, het is wel echt gericht. Oké, okay, is de rituals of Dado. Daar hou je van. Dit is je lievelingsgeur, mijn ook trouwens. En het is bringing peace and tranquility. And I still do not need the blessings from my, hè? And it is... Was je wijn lekker? Chinese mint.
Waar moet ik het smeren dan? Hieren. Ja, waar denk je? Waar moet je het smeren? Kijk op het plaatje, dat kan je wel zien. Op de voorkant. Er wordt veel knippen in dit filmpje. Ja. Lievertje, je mag zelf weten waar je wil. Nee. Oh, look hier. Is het crème? Het is echt voor op je drukpunten, op je slaap en zo. Lekker. Goh, het is echt een spul. Super lekker. Dankjewel. En dit is ook leuk. Ik mag het zakje even lezen, ik heb er nog voor. Daar is een kleine tube, omdat je maar zo'n klein plekje hebt. Nu komt het leukste cadeau. Mokkatten. Wat is dat op je tube? Kijk. Is dit voor leuks? Ik vind het heel leuk. Hé, ik vind het zo goed. Herkertje. Andersom. Hey, als je corona snottenbellen. Andersom. Heb je het zelf getekend? Ja. Wat knap. Ah. Wat een zak toch? Ik vind dat heel leuk. Heb je zelf gemaakt? Ja. Wat leuk, schat. De kinderen, ik heb dit bedacht voor de kinderen in de klas. En dacht ik, zou papa het leuk vinden als ik het ook? Dacht ik, ja, dat vindt papa snotten heel leuker leuk. Snotten leuker dan sokken? Ja, papa vindt dat heel leuk als ik dat doe. Maar schat, als je snottenbellen. Je moet hem strijken één keertje. Met een doek overheen. En dan kan je hem daarvoor altijd wassen. Hé, waar kan je dit doekje nog meer voor gebruiken? Het is officieel een zakdoek, maar het kan ook als theedoek of weet ik het. Theedoek? Gaat op mijn kamer. Maar ik dacht, papa vindt dat leuk. Al ben ik 28, hij vindt dat leuk. Nee, ik ga het nog werkkamer. Dat dacht ik dus al. Zo grappig. Ik wist dat hij dat leuk zou vinden. Superleuk. Ik dacht, al ben ik al 28, ik doe het gewoon. Je moet hem wel even strijken, want dan kan hij gewassen worden. Heb je mooi gekleurd? Maar de poes, de pizza en wijn, hè? Robin, Charlotte, wat heb je mooi gekleurd? Ik vind het helemaal niet. Robin, kijk dan. Hoe leuk dat het getekend. Eerst wou ik ook Zwitserland tekenen, maar ik wist niet hoe. Wijn erop slaat. Ja, maar die poes ook, hè? Ik wou rosé, maar ik had geen rosé kleur. Wel? Wat is dit dan? Ja, rood. Mag ik die luisteren? Ja, ik dacht dat ik dit leuk zou vinden. Maar ik denk dat je ik moet het even op Instagram zetten. Dit is zo schattig. Leuk zeg, leuker dan sokken. Ja, eerst wou ik sokken, maar dit is wel leuk. Mag je het inlijsten? Papa is echt helemaal blij. Hoe kan jij zoveel mooie hartjes maken? Ik ga het inlijsten. Kan jij goed tekenen? Nou, doe even normaal. Even opmeten, goede lijst hebben. Superleuk. Dat is zo cute. Komt in mijn werkkamer. Nou, ik heb je goed ingeschat. Leuk dus. Heel leuk. Waarom vind je dat leuk? Omdat het dan je kind is die iets voor je knutselt. Al ben ik zo hij op het doek is. Ik vind het heel leuk. Maar Robin, je moet hem niet wassen, want dan wordt het flats. Nee, ik ga hem inlijsten. Zo mag niet mee gebeuren. Dit gaat ook bewaren. Nee, hier is het. Waar is mijn serum? Ja, ik zal het even zeggen. Kijk, papa, het is dus. Je moet het in de tempels van je voorhoofd. Tempels. Voorhoofd en nek masseren. Het is echt iets, hè? Ja, het is echt iets. Om te relaxen met je. Dit is een van mijn lievelingsdingen wel. Lang weet je wat ik had gedaan toen het moederdag was? Ja, dat heb ik dus precies hetzelfde. Ik heb weer een koortslip, joh. Ik voel weer zo'n ding aan mijn hoofd. Waarom heb je me zo klaar voor mij zo? Lekker, precies goed. We roepen ten ons, we kwamen tot hier. Goedemorgen, vandaag is zondag en vaderdag. Ik ga een lekker ontbijtje maken voor haar. Een beetje hetzelfde als wat ik vorige week voor Roland had gemaakt. En het is heel raar, we hebben echt, het is al 12 uur, we hebben echt heel lekker in bed gelegen. Maar dit is het laatste weekend in dit huis. Het normale weekend. Want het volgende weekend zijn we kamperen. Het weekend daarna krijgen we de sleutel, zijn we in het nieuwe huis. Het weekend daarna... zijn we in Zoetermeer ook. En het weekend daarna is weer een weekendje dat ik met haar heb. Maar dan moet ik één dag later mijn sleutel inleveren. Dus dan is het waarschijnlijk, is het huis waarschijnlijk super leeg. En dan is er een kans dat we hier ook niet meer slapen. Dus dit is eigenlijk onze allerlaatste zondag samen in dit huis, hè. Zo raar. Ik word er net echt een beetje emo van. We hebben het hier echt heel lekker gehad. Nou, oh, ik ga echt, ik weet niet precies wat ik ga maken, maar het gaat echt lekker worden. Scroppino, oh my god, zo lekker. Hallo, we hebben echt een heel lekker dagje gehad. Ik heb bijna niks gefilmd, omdat ik soms ook gewoon even lekker wil genieten met haar en niet alles wil filmen. Maar we zijn naar de IKEA geweest en toen naar de Woonboulevard Arena. Niks gekocht, gewoon een beetje gekeken en uiteindelijk beland op het terras. En nu is haar even naar de auto en hij is, we zijn nog gewoon lekker aan het chillen en ik ben ondertussen wat aan het opruimen. Want dat vind ik gewoon ook echt heel erg leuk om te doen. Dus dit is nu de status. En verder ben ik gewoon lekker helemaal happy met dit weekend. Hallo, we hadden vandaag schoolreisje, maar het is gecanceld omdat het de hele dag regent. Dus nu zijn we de hele ochtend aan het knutselen. Daarna gaan we spelen en in de middag gaan we film kijken. En de moeder heeft net allemaal ijsjes gebracht. Kijk,
raketjes. En vanmiddag gaan we popcorn en drinken en een film. Dus dat wordt wel heel leuk. En hier zijn ze happertjes aan het maken. Wow, je hebt er veel gemaakt. Happertjes aan het maken. Hier zijn ze dingen met ijsstokjes aan het maken. Hier wordt een kussenhoes geknutseld en allemaal een rokje en een sjaal. Hier ook ijsstokjes. Hier, geen idee hoe je het moet noemen. En hier armbandjes. Drukke dag, allemaal dingen aan het regelen. Ik krijg net de vraag of ik morgen mee wil naar het schoolreisje van mijn oude groep. Want hun schoolreisje gaat wel door omdat morgen wel goed weer is. Omdat de juf ziek is en dan komt er mijn klas een invaller. Dus ik moest van alles regelen. Ik wil het dan wel super netjes voor de invaller klaarleggen dat alles goed is. En nu is het 4 uur en heb ik een MDO. En dat ga ik nu doen, want het is tijd. Doe weer zo'n workout. Oh my god, ik ben helemaal vet slecht weer. Jeetje, wat gaat het snel. Kijk, dit is de speeltuin waar we vandaag zijn. Normaal gaan we hier met de bovenbouw niet naartoe. Met groep 5, maar vanwege corona wel, omdat het dichtbij is. Maar ik denk dat ze het hier echt wel heel erg naar hun zin gaan hebben hoor. Superleuk. Chill hoor. Alsof je de hele dag op de camping zit ofzo. Ik mocht eventjes lekker koffie gaan halen. Dat vind ik dus heel leuk om te doen. Lekker op de fiets, door Wees. Een lekker koffietentje waar ze ook plantaardige melk hebben en zo. Dus ik fiets lekker zo met één hand door Wees bij mijn koffies. Heel echt, vind ik echt genieten. Die vrijheid, dat kan je natuurlijk normaal niet op een werkdag. Lekker koffietjes. Ik heb bij het soepje nog wat lekkers gehaald. En nog wortel carrot cakejes. Helemaal leuk. Ik kan er helemaal van genieten. Ik ben weer thuis. Het was heel leuk, maar ik ben weer aan het huilen. Het is niet echt een hel serie, maar ik heb de serie Sweet Tooth uitgekeken. En ik hoop dat seizoen 2 snel komt, maar zo wel niet, want het is net een nieuwe serie. Maar ga Sweet Tooth kijken. Zoete tand, zeg maar, op Netflix. Het is geweldig. Het heeft 8 afleveringen. Het is heel goed. Het is echt geweldig. Ja, ik kan het nu niet meer kijken. Ik weet niet wanneer het nieuwe komt, maar... Oh my god, zo'n goede serie. Kijken, kijken, kijken. Ik probeer jullie tips te geven. Dus als ik iets heb gezien, dit is echt, echt goed. Ik vind het heel goed. Ik weet niet, ik heb geen verstand van, maar heel leuk om te kijken. Maar een goed verhaal. Het is echt een mooi. Alles komt samen en oh, ik ben altijd zo blij dat ik een goede serie heb gevonden. Kijken, kijken, kijken. Oh, ik heb dit eens een keer gekocht. Het lijkt wel lang over datum. Het staat echt op ontploffen. Oh, oh. Bizar. Oh my god, hoe cute is dit. Love it. Zo leuk dat deze broek zo'n succes is. Iemand heeft badpak en bikini besteld. Moet je even kijken hoe mooi dit is, hè. Gaaf, hè. Zo leuk. Lekker bezig. Ik gooi nu gewoon ook maar een nieuwe collectie in de surprise box. Want ik heb geen tijd meer te shooten. En het is allemaal groot om te verhuizen. Dit is zo'n gave trui, kijk. Hij is echt geel. Ja, hij is echt heel tof. Een hele leuke ripblouse. Hoop jij nou gelakje? Dit is de goedkoopste surprise box. Super nice. Nou, ik ga nu proberen met een collega blouse te prikken. Ik ga dat niet allemaal filmen, want dat is niet zo boeiend. Maar ik heb allemaal nieuwe opgestuurd gekregen. Dus laten we hopen dat het nu wel lukt. Ik had trouwens nog steeds niet naar gekeken. Ik liet die andere het gewoon doen. Maar nu ik er naar kijk, vind ik het eigenlijk wel logisch. Hiermee geef je de diepte van de naald aan. Dan breek je dit eraf. En de naald komt eruit. En dan moet het dus in zo'n buisje. Maar dan moet je dus wel genoeg bloed hebben. Het moet helemaal zo tot de bodem. En dan nog dat petri glaasje. Als hij echt zo lang is. Ik durf het niet, maar ik wil het nu doen. Oh, deze ring is trouwens zo mooi. Ja, ik heb hem al ingesteld. Je moet gewoon klikken en dan is het gedaan. Okay. Alleen, ik vind de zijkant zelf een beetje creepy, maar dat las ik dus. Een beetje, maar ik denk een beetje. Deze is heel hard. Deze is wel sappig. We doen het in een sappige vinger. Zit je, kan je er nu zo goed bij? Ja, ik kan er wel bij. Deze kan beter. Nee, nee. Okay, je, je hoeft niet voor de camera te doen hoor, maar, nee. Maar hoe het fijn is gewoon. Oké. En dan moet het hierin een druppeltje opzetten. Hier ja, nou, er moet wel meer dan een druppeltje zijn. Ja, oké. Okay. Ja, dus... Eerst moet je hem nog gewoon goed opzetten op mijn vinger. Ja. Top! Oh. Oh, is dat het?
dingen. Ja, je moet dus een beetje, mag je knijpen. Een beetje. Dat is weer echt super weinig. Maar moet je het dan naar beneden houden? Ja. Maar hoe gaat dat dan stromen? Er komt best wel genoeg bloed uit. Ja. Maar dat is zo weinig. Ja. Je moet hem denk ik tegen aanhouden. Dat is al veel meer dan vorige keer. Hij was ook echt wel dieper. Ja? Ja. Dus je voelde zo'n naschok. Oké, okay, nou, dat komt nu wel. Het duurt gewoon lang niet. Maar ook naar beneden houden denk ik. Okay. Ja, dan moeten we dus heel veel vingers prikken. Maar dan alsnog, het is nog niet eens op 1/8. Nee. Maar het loopt ook niet naar beneden. Ze zijn dan bij jou moeilijk te prikken misschien. Maar normaal heb ik daar nooit last van gehad. Oh, oeps. Vinger 2. Hm? Vinger 2. Ja, deze doet het beter. Maar zit er ook iets al op de bodem? Ja, dat weet ik niet. Ik durf niet te kijken. Ik wil niet stoppen. Dat klonk heel duidelijk, hè? Ja, je eet nooit vlees, maar ik wil ook vlees. Nee, ik eet zeg maar zelf nooit meer vlees, maar als ik ergens ben... Het is awkward als mensen kijken. Ja. Hallo jongens, ik heb niks gefilmd. Maar we zijn dus bij familie van H en dan aan het kamperen in de tuin. Alleen ik kampeer niet. Want ik mocht hier boven in bed slapen. Maar ik ga nu even laten zien een beetje hoe het hier uitziet. Het is echt het mooiste huis dat ik ooit heb gezien. Ze vinden nu dat het een troep is, maar dat is logisch als er zoveel mensen zijn. Kijk, dit is hun keuken. Daar staat een man. Wil je ook op in de vlog? Met je bast? Oh, maar ben je uit hoor. Echt? Oh, nou, hallo. Dit is de man van het huis. Het is echt niet normaal. De keuken dan, hè? Het is echt een droom. Ze hebben dus een boerderij gekocht en helemaal verbouwd. En ze zijn nog steeds niet helemaal klaar, maar wel bijna, toch? Het is echt het mooiste ooit. En wat ik leuk vind is dat ze ook zo'n gietvloer hebben wat wij dus ook willen. Wij gaan eigenlijk precies dit doen, maar dan een soort beige kleur. En hier heb ik dus geslapen. Want het was een plek over, dus ik dacht, nou chill. Ga je hier naar boven. Kijk, en dan zie je hier weer dit. Het is echt een droom. Hier kan je gewoon... chillen. En er is dus ook een bed. En hebben ze daar, achter die muur, hebben ze dus nog een heel gedeelte. Waar ze dus nog een slaapkamer hebben en nog een slaapkamer. En echt de mooiste badkamer ooit. Zo mooi. Allemaal van die hele mooie schuifdeuren. En hier ook nog een schuifdeur naar nog meer. Ik ga niet het hele huis filmen. Hier is de badkamer. Die hebben ze helemaal zelf ook gebouwd. Hebben ze dit helemaal zelf gebouwd met beton. En dan is van het beton sieren op de muur. En heel tof. Hier heb ik dus vanochtend gedoucht. Niet normaal. Ik loop al even in mijn badjas en het is al 1 uur. En dan is hier... zeg maar, dit ga ik niet filmen. Maar hier is dan de trap. En dan kom je boven nog bij hun slaapkamer. Met echte... mooiste badkamer ooit met een soort van groen marmeren tegels en gouden kranen. Badkamer aan een slaapkamer en nog een slaapkamer hebben ze en nog een slaapkamer. Dat is echt niet normaal. Kijk hier, daar film ik even niet want daar zitten nu allemaal mensen, maar daar zijn allemaal tentjes. En hier caravan en hier nog en dan is daar nog een jacuzzi. Dat ga ik ook even niet filmen. En hier hebben ze dan ook nog een huisje. Dus dat is echt niet normaal. Zomerfeestvoorbereidingen om het veld af te zetten zodat mensen niet gaan poepen. Kijk hoe leuke borden ze hebben gemaakt. Hier allemaal tape en vuilniszakjes, dus dat moet wel goed komen. Hallo, volgens mij heb ik helemaal nog niks gevlogd, maar we hadden dus zaterdag 2 uur geslapen. En dat hakte er heel erg in gisteren en vandaag nog meer, want ik werd vannacht wakker gehouden door een mug. Dus ik had vannacht ook al slecht geslapen. Het is nu 4 uur. Ik ben met de auto, want zoals je kan zien regent het vet hard. En het plan is om morgen na mijn werk naar H toe te gaan. Want dan slaap ik daar en dan de dag erna om 11 uur afspraak bij het huis en daarna bij de notaris. En ik baal dat ik zo moe ben, dus vanavond ga ik echt vroeg slapen.
Maar ik wil het liefst wel morgen gaan en niet pas donderdagochtend. Dus ik dacht, oké, zodat je echt moe bent, even knallen. Al is het stromende regen. Niet echt een lekkere timing. Het begint nu heel hard te regenen. Maar ga even al die dozen en zoveel mogelijk spullen even in je auto zetten. Het is nu redelijk leeg hier. Ik ga het gewoon zo vol mogelijk bouwen. Want ieder ritje dat ik maak... Oh, het is ook echt nu... Precies nu is er regen. Het is wel een hele slechte timing. Oh, het wordt nog erger. Nou, ik denk dat die heuvel is al wat er nu is, denk ik. Wat een timing. Het heeft nog niet zo hard geregend vandaag. Nou ja, boeiend. Ik ga het gewoon doen. Maar je kan eigenlijk maar één doos per keer tillen. Dus dan moet ik echt 20 keer gaan lopen of zo. Maar ik ga het gewoon doen. Gewoon knallenballen. Even geen sfeerbeelden. Daar heb ik even allemaal geen tijd voor, jongens. Maar er komen nog genoeg beelden aan in het nieuwe huis. Nou, hoe leuk. Ik maak een afscheidsboek voor een collega die al een tijdje met pensioen is inmiddels. Maar door corona was het uitgesteld. En ik zou de voorkeur maken. En ik wou, hoe overleef ik? En uiteindelijk heb ik het met PicMonkey gedaan. Waar ik ook mijn thumbnails mee maak. Best wel veel werk. Misschien lijkt dat niet zo. Maar lettertypen gezocht die er een beetje op leken. Foto, dingen, achtergrond, van alles. En deze ga ik nu lamineren. Is toch super leuk. Kijk. En dan komen er allemaal tips achteraan van collega's wat ze kan doen met haar pensioen. We zijn ook bezig voor onderwijsassistent. Die gaat ook weg. Allemaal afscheid. En zelf ga ik ook weg natuurlijk. Hallo! Vandaag ga ik naar haar toe, dus het voelt al bijna alsof we het huis krijgen. Ik heb net echt anderhalf uur, nee niet anderhalf uur, ruim een uur met Lot gebeld. Ondertussen ben ik bestellingen aan het inpakken. Die ga ik straks allemaal op de post doen. Dan neem ik mijn laptop mee, ga ik mijn tas pakken. En dan met de auto vol verhuisdozen naar Zoetermeer rijden. Daar lekker chillen vanavond. En dan morgen is het zover. Zoveel zin niet normaal. Ik moet mezelf echt rustig houden. De Noor oorbellen en de Gigi. Oh, ik ben zo blij dat deze oorbellen zo goed lopen. En dan 3 kleine scrunchies, lichtroze en oranje met bloemen. 3 kleine scrunchies. Lichtroze, oranje met bloemen. Dat zijn deze. Het is hier echt donker. Deze tape is zo leuk. Niet echt van dit beeld. Zoveel pakketjes. Love it. Altijd zo blij als dit besteld wordt. Want dit is zo mooi. Dit is de Freshwater Pearl Cutting. Je ziet het niet, maar à la collection. Het is echt je geld waard, jongens. Ik draag elke dag. Ik draag eigenlijk bijna elke dag of de Freshwater Pearl of deze. Het is gewoon echt goud en het is gewoon geweldig. Ja. Oh, dit topje is zo leuk. Echt. Ik heb hem zelf ook. Geweldig. En het leuke nettasje. Lijpertplantenpotje, zonnebril. Wat zou ik er nog meer bij doen? Het ziet er niet uit, maar deze eet ik nu al een paar dagen. En hij is echt super lekker. Heerlijk. Het heet groente granola, maar het is er niet echt... Ja, groente pompoenpulp. Oh. Nou ja, het smaakt een beetje naar pumpkin spice met kaneel en zo. Het is echt geweldig. Lekker gekruid, maar niet zoet. Ik ben helemaal fan. Heel crunchy. Heel nice. Vandaag krijgen we de sleutel. Ik ben al sinds 7 uur wakker. En lekker druk bezig. En ik ga me nu klaarmaken om te gaan. Zoveel zin in.